Het leuke is nu, dan gaan mensen dadelijk allemaal onder de reacties, of morgen allemaal zeg maar, tegen Ben zeggen: Ben, dus, pas op, ze gaan je naaien. Ja, dat lukt dus nu niet meer, want we hebben alles in één keer opgenomen. Ja. En Ben, het is er nu niet. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Murder Mystery. Ik ben hier vandaag samen met Dylan. Hallo Dylan. Hallo. Ja, we gaan vandaag eens even gewoon een normale spelen. Dylan, je weet dat dit heeft ook mee te maken in de aankomende games en misschien ook bij Bennett ermee gedaan. Allemaal met vertrouwen. Ja. We kunnen nu ook gewoon even een bondje sluiten, Dylan. Dat wij nu gewoon. Hé, hey, hier is weer een stuk ijs in de map. Klopt. Maar we kunnen nu een bondje sluiten, Dylan. Dat als Bandit later deze week mee gaat doen. En mensen, dat is dus voor de mensen die kijken, dit is natuurlijk allemaal op maandag opgenomen. Dat we straks Bandit kaart gaan naaien. Dat we gewoon, als een van ons de murder is, wat dan ook, dat we dat gewoon niet aan elkaar melden. En dat we gewoon Bandit heten gaan killen. Ja, vind ik een goed idee. Ja, wil je dat doen? Ja. Wij zijn zo naar. Yep. Oké, okay, dus als Bandit mee gaat doen, gaan we hem gewoon naaien. Maar wat wordt ons codewoord als een van ons de murderer is? Blub. Blub. Oké, okay, dus wanneer je dus de murderer bent, dan zeg je gewoon in het begin van de dinges, hey blub of zoiets. Nee, gewoon blub. Ja, maar oké, moet je wel net dat, ja, oké. Okay. Gewoon blub. Ja, gewoon blub. Ja, nee, oké, is goed. Het leuke is nu, dan gaan mensen dadelijk allemaal onder de reacties, of morgen allemaal zeg maar, tegen Ben zeggen, Ben, dus, pas op, ze gaan je naaien. Ja, dat lukt dus nu niet meer, want we hebben alles in één keer opgenomen. Ja. En Ben, dat is er nu niet. Murder is dood. Oh, dit gaat vrij makkelijk. Dit zijn dus de easy wins. Ja, nee, ik zie opeens iemand vermoord worden. Ik denk, schiet er maar even op. Oh, die gaat zo lachen worden als Ben het meedoet. Ja, blub. Ik denk dat hij vanaf morgen wat ook wel meedoet. Eigenlijk, grote kans. Wat zei je? Grote kans. Ja, dan zeggen we gewoon, blub. Moet wel natuurlijk de murderer zijn, maar de kans dat als hij meedoet dat wij een keer de murderer zijn, sowieso. En weet je wat ik ook ga doen? Oh, Dylan. Dan als je maar stel, jij bent de murderer. Dan ja? Ga ik dus zeg maar, met Benny meelopen, gekeerd en zeggen waar die zit. Oh. En dan als je hem kan vermoorden, sla je alleen hem dood, dan laat je mij in leven. Oh. Ja, dan moet je dan gewoon één keertje doen op die manier. Ja, maar ja, ik moet wel winnen dan natuurlijk, hè. Nee, dat is zeker waar. Jij gaat nu wel dood om mij. Oh, man. jongen, is die weer de murder, hoor. Dat is zo gaar, ik word bijna gewoon geen murder. Nee, dat mag ik helemaal niet. Dat komt puur door die stomme YouTube-rank van jou. Nou, parlez-vous français? Ja, is zo. Stel oh, zag je dat? Die pijl is gewoon kapot geschoten. Oh, echt? Kan dat? Zie! Oh, wat? Dat kan! Zie! Fucking Robin Hood looking ass. Fucking Robin Hood looking ass. Iemand zegt, I know who the murderer is. Ja, daar heb je veel aan. Ja, inderdaad, je kan wel zeggen wie het is inderdaad, maar hè? In de dead chat zegt hij dat. De groups wrong chat. Ja, maar je kan niet in een normale chat praten. Klopt. Ik moet zeggen, ik ga voor op zich wel lekker. Ik bedoel, ik heb nog 3 minuten lef, ik hoef om eentje te vermoorden. Dus op achter je. Nee, hier is hij. Dit is de snelste win ever in Murder Mystery. Ik zweer het je. Ik heb nog 3:12 over. Ja, dat is best snel. Want hoe lang hebben we normaal? 4 minuten? Zoiets. Wauw. Zullen we zo zien. Ja. Trouwens mensen, mocht je natuurlijk de ondertussen leuk vinden en je wil ons supporten, klik natuurlijk even op de duimpje omhoog. En als je nieuw bent, abonneer. Welkom, abonneer op Grass Game, linkje in de beschrijving. Abonneer op de Vimeer, linkje in de beschrijving. Ja, zeker ja, doen. Ja, toch? Je hebt 4 minuten 30 ongeveer, dus ik deed er 1 minuut en, wat is het, 1 minuut en 13 seconden zo over. Nou, ze is nog kapot snel. Ga vallen dan. Doe dan. Ik vertrouw je. Oh, nee! Waarom duw je mij eraf? Gewoon met die handen zat je gewoon in mijn rug. Gewoon hoppa. Gaat die ook echt nog vallen ook? Ja, dat is toch die druk van de kijkers die meekijken. Dat ging even fout. Nee, hier is weer ijs. Wat is ja, dat is echt een ijs bug, hoor. Ik zit vast in het ijs. Nice. Oh, dat had Ben daar toen ook. Dan kan je nu niet meer moven. Dan moeten we naar de volgende game. Jammer, joh. Oh, you win. Ha. Oh, ja, maar ik had net een nieuwe game aangeklikt. Ja, er staat nog steeds you win bij mij in beeld. Bij mij ook. Murder has been stopped. Maar we hebben nu al nieuwe mensen in de game. Misschien zijn ze wel aardig. Ja. Zoals Limu. Limu. Weet u, Limunade? Deze game ging gewoon zonder vol... Wat? Ik zag iemand met een rode naam in de game.
Is dat dan de murder of zo? Dat weet ik. Maar die is er niet meer. Die naam is er niet meer. Huh? De game is ook gewoon bijna helemaal leeg. Daar zitten 10 mensen in. Ja. Ja. Ze hadden 16 in kunnen. Ik zie het probleem alleen niet. Jo. Grotere winkans voor ons. Ik heb toch 20 seconden op speed. Dat had ik ook. Ik had een keer geluk met de mystery pose. Maar de vraag is, we zijn nu bij middenman, zitten er wel murder in de game, kappa? Nou, dan zat de game al gewonnen geweest. Oh, jij ik zie de murderer. Hij heet... Nou, zo dus. Ik zat de hele tijd achter je aan. Hoezo achter mij? Kijk maar. Ja, maar waarom volg je mij? Ja, weet ik niet. Ik ben gewoon innocent. Ja, ik ook. Je hebt echt wel een vierkant hoofd gewoon. Ja, meestal in Minecraft. Er zit wel wat in, ja. Ja. Kijk, deze game zit wel vol. Ik heb nog geen één Minecraft poppetje met een rond hoofd gezien. Ja, nee. Dan moeten ze wel gaan maken. Ja. Zie je zo, dan kan je gewoon een bowlingbal als hoofd doen. Gerard bowling. Jongen. Ik heb veel te veel voor nu alweer. Dat moeten we niet doen, mensen. Mickey Mouse hoofd erop. Ah, oh, Mickey Mouse. Ik heb het gevoel dat jij vandaag de detective bent. Klopt dat? Nee. Ik ben nog steeds innocent. En je bent moe? Ja. Maar mensen, Dylan heeft al een week niet geslapen. Nee, klopt. gewoon die incent. Ja, klopt. Als het zo zou zijn, jongen, dan had ik al een... Een week niet slapen, is dat te doen? Nee. Ik weet niet, oké, ik heb hier de murderer. Hij heeft een paars petje op, het is Icy Luke. Maar wat zou het record zijn met niet slapen? Heel lang zat, denk ik. Ja, maar weet je wat het is? Je gaat je dan zo fucked op voelen. Ja. Meestal, ik hou het al niet meer. Oh, de snipe! Ik hou het al niet meer vol tot een 8 uur in de ochtend of zo. Dan begin ik al in te kakken. Ja, maar mijn langste record is 50. Nee, 52 uur. 52 uur wakker? Ja. Toen moest ik echt gaan slapen. Mijne is. Wij hebben toen nog ook een keer hebben wij gewoon letterlijk 2 dagen en de nachten zijn maar doorgegaan toen we RuneScape aan het spelen waren. Ja, klopt. Dat was 46 uur of zo toen we net geen 2 dagen hadden gehaald. Ja, toen waren we RuneScape aan het spelen. Ja. Ja. Maar ik had toen zeg maar met dat Hardfest toen. Was ik om 7 uur wakker, de volgende dag om 1 uur was ik pas thuis. maar weet je, dus, vaak als je zeg maar een nacht doorgaat, dan, ik weet niet waarom, maar zeg maar rond tussen 7 en 11 uur 's ochtends zijn cruciale tijden, dat is gewoon echt fucked up. Dan ga je vaak eten en douchen, want dan word je even wakker. En vaak in de middag, nou dan overleef je dan, want dan is er toch heel veel aanspraak om zo maar te zeggen. En vaak in de avond denk je van, oh je bent moe, maar vaak ben je juist op dat moment even over je vermoeidheid heen, waardoor je nog weer door kan. Ja, klopt. Gek genoeg. Ja, maar totdat je op dat punt bent... Oh, de murder is een Steve skin. Oh. Maar totdat je op dat punt bent, dan dat duurt zo lang, jongen. En dan moet je er... Als je, ja, maar het heeft ook vooral te maken als je iets te doen hebt. Kijk, als je zeg maar... toen destijds dat wij de nacht doorgingen, bijvoorbeeld toen we RuneScape speelden... hadden we heel de tijd dingen op RuneScape te doen. 24-7. Mm-hmm. Weet je wat? Dan merk je ook niks van die tijd. Maar als je uiteindelijk een uur lang niks meer te doen hebt... dan heb je zoiets van... Ja, ik kan net zo goed gaan slapen. Ja. Dat brengt ze op het verhaal, mensen. Dylan achter een Nederland. Wat? Ik wou zeggen achter dat... mijn computer. Ja, Dylan achter zijn pc, slaapflikkend. Oeh, dat was met de horeca toen, jongen. Mensen, ik zal even vertellen. Dan zit je dus met Dylan op Teamspeak op Skype. En dan hoor je Dylan even een tijdje niet meer. En dan zeg je, Dylan, hallo, Dylan, Dylan. En dan uiteindelijk na een half uur stilte, dan hang je maar op. En dan de volgende dag hoor je... Ik moest een slaapwal achter de computer. Ja, nou, maar dat was dus zeg maar zo. Ik werkte in de horeca. En over het algemeen ging ik dan, moest ik om 10 uur mijn bed uit, ongeveer. Want dan moest ik om 12 uur op het werk zijn. En dan ging ik pas om, ja, uurtje of 6 slapen of zo. En dan was het dus zeg maar dat je de volgende, of dan was je klaar met werken. Een keer om 12 uur in de avond was je een keer thuis.
Ah, en dan ging je gewoon weer door tot een uur of zes. Ja, en dan, en ja, op een gegeven moment hield je dat niet meer een hele week vol. En dan viel je zo één of twee keer in de week, viel je eens een keer achter je computer in slaap. En dan werd je met je hoofd boven op je bureau wakker. Ja. Ja, mensen, het kan allemaal bedillen. Mm. Ik ga nou eens even die murderen vermoorden. Nou, zo klaar, je hebt lang genoeg mogen murderen. Ja, oh, ik schiet me... Ja, schiet je de verkeerde dood. Lekker, man. Nee, ik schiet mezelf. Oh, dat is nog erger. Ik heb nu al geen zin meer in deze week. Echt niet. Mensen, nee, ik ook niet. Enorm bedankt. Mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Murder Mystery. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Ben je nieuwe abonneer? Welkom. En mensen, tot morgen.